Hartelijk welkom mensen thuis. Ik zie een grote variatie aan deelnemers op het scherm. Bever TV linksboven. En mensen van de natuurbeschermingsorganisaties, mensen van waterschappen, vrijwilligers van de zoogdiervereniging, hoogheemraadschappen. Leuk, fijn dat u er allemaal bent bij het symposium van het kenniscentrum. Ja, ik zie zelfs een bestuurder uit Limburg. Goedemorgen, de heer Harfrinke. Ja. Maar in plaats van met de rug naar het scherm staan, kunnen we vooral ook met het hoofd naar de zaal. Want hier zitten ontzettend veel mensen die de moeite hebben genomen om live te komen, die de kans hebben gehad om live te komen. Met onze excuses dat niet iedereen live aanwezig kon zijn, maar dat heeft met omstandigheden te maken waar u alle weet van hebt. U wordt vandaag welkom geheten door Etty Klavers, dijkgraaf. Etty, van harte welkom. Ik geef je het woord. Ja, dank. Daan en mij een groot genoegen om jullie hier welkom te heten, ook thuis welkom te heten, bij dit symposium over de bevers, tevens de lancering van het platform Bevers. We hebben een compact programma vanochtend met ook enige interactie, ook met de kijkers thuis. Want zoals net al gezegd door Daan, er zijn ook een aantal mensen aanwezig via de livestream. Daar is ook een chat bij. En het helpt altijd om meteen al even te zeggen dat wat u kwijt wilt in de chat, kunt u kwijt. We gaan vast niet vandaag alles kunnen beantwoorden, maar we zorgen er wel voor dat u het antwoord gaat krijgen een deze dagen. Dus dat is even voor wat betreft het hybride vergaderen. Nou, jij zei het al gezegd wie ik ben, maar jij bent voor de meesten onder ons wel een hele grote bekende als het gaat over bevers, maar ook al over muskusratten, otters. Ecologisch onderzoeker en tegelijkertijd ook, zo ken ik jou, een man met een missie. En je staat hier niet voor niks. Waarom sta jij hier? Nou, ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Daan Bos. Ik ben inderdaad ecoloog, maar ik ben ook vooral vrijwilliger bij de Zoogdiervereniging. En de Zoogdiervereniging is een van de initiatiefnemers van dit kenniscentrum. Ik sta hier omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat er uitgedragen wordt dat de bever positieve en negatieve effecten heeft. En dat die negatieve effecten soms dreigen te overheersen. Dat we allemaal moeite moeten doen en stapjes moeten zetten om de bever te beschermen. En dat dat mensen energie kost. En dat kan wel eens aan je vreten als je niet realiseert dat er ook heel veel positieve aspecten aan het dier zijn waar we als samenleving allemaal van profiteren. Ik ga er nu heel kort op in, want ik hoop eigenlijk dat het gedurende de dag nadrukkelijker naar voren komt. Maar ik ben dus vrijwilliger van de Zoogdiervereniging. Ik ben vereerd dat ik samen met jou hier voorzitter mag zijn van iets wat gedragen wordt door een aantal verschillende organisaties die zich hard hebben gemaakt al jaren voor goed beverbeheer in Nederland. Goed beverbeheer is nodig, omdat je dan de kosten kan minimaliseren en de baten kan maximaliseren. Nou, degenen die dat echt goed kunnen uitleggen, die er al jaren aan getrokken hebben, dat zijn bijvoorbeeld Else Polman en Dolf Moerkens, die ik graag de kans zou willen geven om even de historie van het kenniscentrum Bevers toe te lichten. Is dat goed, Hetty? Uitstekend. Ja? Dank u wel. Else, mag ik jou de microfoon geven? Dank je wel, Daan. Ook bedankt voor deze mooie opening en heel fijn dat jullie deze dag willen voorzitten. Dolf, misschien wil jij zo ook voorstellen, maar ik ben Else Polman van de Zoogdiervereniging. Ik ben projectleider, maar ik ben ook vrijwilliger bij de Zoogdiervereniging en bij Calutra, de Otter- en Beverwerkgroep. En eigenlijk zijn al heel veel mensen en organisaties inderdaad al jaren bezig om te kijken hoe kunnen we nou met die bever op een duurzame manier samenleven. Maar voor we daarop ingaan, wil ik ook Dolf even de gelegenheid geven om zich voor te stellen. Goedemorgen allemaal, ik ben Dolf Moenekus van de Unie van Waterschappen. En ja, al heel lang met muskus en beverratten bezig, maar ook met bevers. En ik denk dat we ongeveer nu een jaar of zes al, ja, dat we symposia georganiseerd hebben. En uiteindelijk zijn we nu hier gekomen. Ja, en om misschien iets meer context te geven van hoe is dit dan tot stand gekomen. Want vandaag is dus de officiële opening van het kenniscentrum Bever. En dat doen we door middel van een website. We hebben met z'n allen nog heel veel ambitieuze plannen om dat nog veel verder uit te bouwen en nog meer te doen. Maar het zijn dus
ja, jaren geleden was het al duidelijk van, nou, als die bever wordt geherintroduceerd, heeft dat, zoals Daan dat zegt, heel veel positieve effecten. Maar er zijn ook dingen waar we rekening mee moeten houden om te voorkomen dat er ook negatieve effecten zijn die, nou ja, te hoge kosten met zich meedragen en nadelen hebben. Dus het is heel belangrijk om daar in een vroeg stadium over na te denken. En ook vooral om de kennis en ervaring die we allemaal opdoen in de verschillende organisaties, om die met elkaar te delen. Dus op een gegeven moment ontstond er eigenlijk steeds meer een behoefte om die kennis en ervaring met elkaar te delen. En er was nog geen centrale plek waar je dat kwijt kon. Nou, en op die manier is eigenlijk de wens en het idee ontstaan van, nou, laten we dat samen gaan doen. Dus laten we samen die kennis en ervaring bundelen en delen en beschikbaar maken. Zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. En zodat je gewoon op één plek kan zien van wat is er al gedaan. En we zullen jullie straks ook allemaal uitnodigen om ook te laten zien van, nou, wat staat er nu al. Het is bij verre weg nog niet compleet. Dus jullie zijn ook heel belangrijk, ook de mensen thuis, om daar ook echt aan bij te dragen en mee te denken. Laat ik Dolf ook nog even wat toelichting geven daarover. Ja, qua toelichting, wat ga je er straks vinden? Informatie over het dier zelf. Niet alles staat op de website zelf, maar er wordt ook gelinkt naar andere websites. En ja, vooral ook de ervaringen, oplossingen die je kunt bedenken om dat samen te leven met die bever, om dat te delen met elkaar. Dat is denk ik de hoofdmoot. En om niet te veel gras voor de rest weg te maaien. Ja. Nee. Dankjewel, Dolf. Super Dolf. Dankjewel ook, Elze. Ja, waar wil je hem hebben? Nee, even hoog. Even hoog. Oh. Kijk. Hetty, jij wilde de mensen in de zaal nog even voorstellen. Ja. We hebben onder andere een bever in de zaal. Ja, heel goed, heel goed. Ja. Daar doen we het voor. En we hebben zelfs twee. Daar staat er nog één. Maar ook de mensen in de zaal kunnen we even voorstellen. Dat is misschien wel aardig. Niet individueel, niet allemaal als een groep. Maar ik vind het leuk dat de mensen thuis weten dat we hier zitten met zowel biologen als vrijwilligers, als beleidsmakers, als mensen die beverbeheerplannen maken, als mensen die bevers hebben die tussen hun benen doorzwemmen soms, als ze denken van, hey, wat zit hier voor een gat in de oever? Al die mensen hebben we vandaag aanwezig. Hartelijk welkom. Echt heel fijn dat jullie er zijn. Jullie mogen interacteren, jullie mogen vragen stellen, want het moet een beetje levendig blijven voor de mensen thuis. Ja? En ook vooral leuk voor jullie. We hebben een fijn programma. Heel goed, dank. En wat Elze en Dolf al aangaven, we zijn hier met al heel veel mensen bij elkaar van verschillende partijen, maar eigenlijk is dit ook één grote oproep om het netwerk nog weer verder te verbreden, want er zijn veel meer partijen die kennis hebben, maar ook kennis nodig hebben, zodat we, zoals Elze zegt, gewoon met elkaar leren hoe we kunnen samenleven in het drukke Nederland met het mooie beest, de bever. Wij hebben een aantal sprekers die wij heel graag allerlei aspecten van bevers aan jullie willen laten zien. En we beginnen met de gastvrouw van vandaag, hè, want we zijn te gast bij Waterschap A en Maas. Prachtig waterschap, wat vandaag ook hard aan het werk is volgens mij, want er is vrij veel regen, dus dan is er altijd wat te doen. Hanneke Kloosterboer van A en Maas gaat samen met Mark Rotengatter van Huns en Aas, hè, dus het is prachtig, dwars over heel Nederland. Jullie gaan samen vertellen over jullie avonturen met de bever. Nogmaals een oproep aan de mensen thuis om via de chat vragen te stellen. We gaan jullie aan het eind nog even ook wat vragen laten beantwoorden. Maar eerst is de vloer van jullie om wat te vertellen over jullie ervaring met het opsporen van beverholen. Bijna een thriller.